De zorginstelling Driestroom trekt zich terug uit de, de villa, het horecabedrijf waar mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt werken. Driestroom wil zich per 1 juli helemaal teruggetrokken hebben uit het pand, Dat eigendom is van vastgoedeigenaar Tom Hendricks. Driestroom was sinds 2016 betrokken bij de bedrijfsvoering van het statige pand aan de Oranje Singel 42. Toen trok Lux zich terug uit het pand dat vanaf dat moment volledig bestuurd moest worden door Driestroom. Aan dat initiatief is dus nu een einde gekomen. Bij de villa werken vijf mensen in dienst van Driestroom. Het gaat om drie medewerkers met een vast contract. Twee hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Voor deze mensen wordt binnen Driestroom naar een passende oplossing gezocht.